Hallo, ik ben Hendrik Keurts. In deze presentatie wil ik u wat meer vertellen over mijn ervaringen tijdens de leraaropleiding en vooral in het traject basiseducatie. Hiervoor gebruik ik een Prezi en een screencast. Als kader gebruik ik het functieprofiel leraar basiseducatie. Het functieprofiel leraar basiseducatie is nog niet in voege, maar maakt voorwerp uit van de onderhandelingen tussen overheid, federatie en vakbonden voor het eigen statuut van de basiseducatie binnen het onderwijs. Het functieprofiel leraar basiseducatie is te vergelijken met de functionele gehele van de leraar in het secundair onderwijs, jullie allemaal bekend. Bij de leraar secundair onderwijs kennen wij 10 functionele gehelen. In het functieprofiel leraar basiseducatie zouden er nog maar 4 overblijven, die dan wel heel veel van de functionele gehelen omvatten. Het voorlopige criteria zouden zijn bij de mogelijke evaluatie of evolutie rond het functieprofiel: 1. Oké. Anderzijds een focuspunt op een werkpunt en niet van toepassing. Het tweede is een ontwerp van 6 december 2013, waarbij alle partijen het eens zijn dat het zo zal zijn, alleen de manier waarop het toegepast zal worden ligt nog niet vast. Waarom gebruik ik nu dit functieprofiel van de leraar basiseducatie voor deze presentatie als kader? Mijn opleiding binnen basiseducatie begon, of als leraar, begon in februari 2011. En mijn grote verwachting was om les te kunnen of leren les te geven in de basiseducatie. 2 maanden later ben ik bij toeval kunnen beginnen als leraar basiseducatie. En sindsdien ben ik geen enkele dag thuis geweest buiten de vakanties. Ik heb ervaring opgedaan in de als lesgever NT2. NT1, in NT2 in de gevangenis, NT1 bij de opleiding voor verpleegkundigen, daarnaast ook nog via bij de cursus VDAB heb ik ook nog NT2 gegeven. Ik heb ook gezinsleer gedaan met mama's en papa's van kleuters. En in juni 2014, deze maand, hoop ik aan het einde van mijn opleiding te zijn. En daar wil ik even terugkijken. Tijdens de opleiding keken we steeds naar onze, of reflecteerden we steeds vanuit de functionele gehelen, die zoals ze vastlagen binnen het profiel van de leraar secundair onderwijs. Nu kan ik voor de eerste keer het functieprofiel leraar basiseducatie gebruiken. Allereerst hebben we de poot, de leraar basiseducatie geeft les. Een omschrijving hiervoor staat in de handleiding. De leraar begeleidt en ondersteunt cursisten bij hun leren vanuit een didactisch model. Voor mij gaat het hier vooral over het feit van hoe je leermiddelen kiest en ontwikkelt. Daar ben ik geëvolueerd van handboek, louter handboekgericht, naar heel veel zelf uitgewerkte lessen en het gebruik maken van een aantal items uit handboeken waar het nodig of waar mogelijk. Dan wat betreft de werkvormen ben ik ook meer geëvolueerd van voor in de klas les te staan geven tot een groepjes laten werken, rollen spelen, projectwerk. Ik heb hier heel veel geleerd uit de workshops die op verschillende plaatsen worden gegeven rond deze thema's. Dan betreft de administratie, wat eigenlijk toch ook een heel grote taak is binnen de leraar als leraar basiseducatie. Daar is sinds het begin van dit jaar Administratix gekomen, die ons helpt om de cursusadministratie en de cursistadministratie op een soepele manier te kunnen laten verlopen met zo weinig mogelijk werk. In de toekomst hopen wij ook dat dat voor de personeelsadministratie zal gelden,
zodat wij onze aanwezigheden met eenvoudige instrumenten kunnen aangeven. Wat voor mij ook heel belangrijk is, vooral de laatste maanden, is dat ik via een workshop heb ingezien dat het gebruik van authentiek materiaal niet gaat over het feit dat er materiaal moet vereenvoudigd worden, maar dat je het materiaal zoals het in het dagelijks leven zich voordoet, zoals bijvoorbeeld een folder uit de reclame en dergelijke meer, dat je die gewoon aanbiedt, maar je methode aanpast aan je doelgroep, waarbij je eigenlijk mee of wat kleine stapjes doet, bijvoorbeeld voor de alfa's, en grotere stappen voor de gevorderden. Tenslotte ook nog is er ook het leertraject in begeleiding voor cursisten. Ook daar zijn voor mij nog heel veel werkpunten, maar dat loopt al goed. Dan is de tweede poot, de leraar-baaseducatie overlegd. Ook hier enige toelichting. De leraar overlegt met collega's om de werking van het centrum samen te verbeteren. Ook hier heb ik heel wat ervaring opgedaan met de overlegstructuur van het centrum, het grootteam zoals dat bij ons bestaat, de deelteams, de werkgroepen. Op dit moment werken we met een werkgroep Re2Lead aan de voorbereiding van een cursus, waarbij collega's samen leren, nieuwe technieken leren rond het plezier van het lezen. Rond kennisdeling proberen we ook met werkgroepjes te werken of interne workshops te organiseren. En wat ik vooral belangrijk vind, en voor mezelf ook een stukje mijn dada, is dat we werken met de media zoals ze vandaag bestaan in de cloud. Dat betekent digitale media waarbij het materiaal veel sneller kan opgeslaan worden en ook bereikbaar is. Ten slotte is er ook nog overleg rond ontwikkeling van programma didactiek. Het voornaamste was hier het laatste jaar nieuw leven. Een absolute aanrader voor degenen die NT2 en Alpha geven. En dan ook TPR. En in de toekomst wil ik ook graag wat meer weten rond storytelling, zodat ik die inhouden kan delen met de collega's. Het derde is: de leraar basiseducatie werkt samen. De leraar werkt samen met collega's en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede werking van het centrum. Een aantal belangrijke items voor mij zijn, zoals ik daarnet ook aangaf, uitrusting, materiaal en deskundigheid, waarbij ik vooral het stimuleren van het gebruik van de cloud mee ondersteun en probeer de collega's in de weg te wijzen. Of op weg te helpen. Dan ook een belangrijk item is het opvang van nieuwe collega's of vrijwilligers en stagiairs. Daar heb ik al vrij vroeg toen ik begon te werken, meegewerkt aan het draaiboek voor een opvang gebaseerd op eigen ervaringen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de basiseducatie is de werving en de promotie. Waar zit onze doelgroep? Wie is onze doelgroep? Anno 2014 en vooral hoe gaan we het bereiken? Komen we daar nog mee rond met de oude methodes of moeten wij daar kijken naar nieuwe manieren van promotie en werving? Ten slotte, de leraar basiseducatie leert permanent. De leraar investeert in de eigen ontwikkeling. In de afgelopen 3 jaar heb ik hier veel rond gewerkt. Naast de leraaropleiding heb ik ook heel veel bijscholingen gevolgd, daar waar mogelijk was. Vooral rond geletterdheid. Bij het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven heb ik Taal op Rollen gevolgd, wat een hele goede insteek was voor de doelgroep goed te leren begrijpen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de trefdagen van de NT2, georganiseerd door het Huis van Nederland samen met FOCFO. Heb ik, voor mij is het belangrijk om in de toekomst te werken rond geletterdheid, regelgeving van de basiseducatie en dan ook om te trachten
om een goede leeromgeving te creëren, hoe we daarvoor de moderne technologische inzichten kunnen gebruiken. Ten slotte heb ik eigenlijk nog een ervaring te delen van het afgelopen semester. En dat is Erasmus Plus. Op dat moment heette dat nog Grundtvig. En via Grundtvig heb ik toen een cursus gevolgd, een workshop gevolgd, Creative Thinking and Literacy Teaching. Creatief denken in het lesgeven in rondgeletterdheid, zou je kunnen vertalen. Dat was in Walsall in Engeland. En dat gebeurde tijdens de Krokusweek van dit jaar. Zoals je kan zien in het centrum van lag Walsall, in het centrum van Engeland. Tijdens deze workshop hebben we vooral geleerd om technieken te gebruiken of aan te leren rond creatief denken. Beginnen die mindmaps kennen, denken in de goede richting, of die al kennis gemaakt hebben met out-of-the-box denken, is ook een methode die daarin besproken is. We hebben daar ook nog de generation of alternatives, de generatie van alternatieve ideeën. Random input, waarbij je eigenlijk vanuit een willekeurige input ook weer nieuwe ideeën kon krijgen. En waarbij de bedoeling was eigenlijk om al deze methoden te gebruiken om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen of andere ideeën op te doen rond hoe je het beste een les kan opbouwen. Ik hoop hier in de toekomst misschien ooit een workshop te kunnen geven. Nu, dat was Grundtvig. Vanaf 2014 is Grundtvig vervangen door Erasmus Plus. Wat betreft de leraren in het volwassen onderwijs, die hebben nu de Key Action 1. En daar moet eigenlijk vanaf nu vanuit de centra zelf aanvragen gedaan worden. De Grundtvig was eigenlijk bedoeld voor een individuele aanvraag. En de Erasmus Plus wordt gedaan vanuit de centra zelf. In 2014 was er geen enkel centrum voor basiseducatie die een aanvraag heeft ingediend. We hebben nu een afspraak met de directie om te zorgen dat we in 2015 toch een zeker aanbod kunnen gaan vormen. Het belangrijkste van Erasmus Plus is eigenlijk dat je als leraar in de basiseducatie, of volwassen onderwijs in de ruimste zin, kan gaan navorming volgen ergens in Europa rond een bepaald thema wat eigenlijk belangrijk is voor jou en voor jou functioneren als leraar in de basiseducatie. En het belangrijkste is eigenlijk voor mij, op basis van mijn ervaring, is dat je ook een uitwisseling krijgt die verder gaat dan alleen maar de inhoud van de cursus, maar ook de gedeelde ervaring rond het werk rond geletterdheid. Daarom ben ik eigenlijk een grote voorstander hiervoor. Zo, dat was het dan. Dank jullie.